Ik ben Bjorn Blummel, ik ben 19 jaar oud en ik speel het eerste van Schijn 0. Ik ben Brem Blummel, ik ben 19 jaar en speel het eerste van Schijn 0. Ik ben Sam Blummel, ik ben 22 jaar en ik speel bij SC Den Bosch. Nou jongens, dat is lang geleden dat we hier gevoetbald hebben. Ik denk dat het 10 jaar geleden is ongeveer dat we hier bezig zijn geweest, denk ik. Toch? Zoiets. Ja, met vrienden en vriendinnetjes. Nou, dat we niet. Maar heel veel vrienden gingen hier altijd voetballen. Ik werd daar wel wat uitgenodigd. Uit deze wijk hier, iedereen kwam van onze leeftijd. We gingen weer al partijen doen, daar op die goal. We hebben de schommels altijd omhoog, deze is alweer vernieuwd, zie ik. Maar ja. Ligt buiten als goal. En aan die kant dan, tussen die boom in. Ja, kijk, betaalvoetbal is natuurlijk wel anders dan het op amateurniveau voetballen. Als het kan leer ik ze wel wat dingen bij, dus eigenlijk niet echt te vergelijken. Af en toe geef ik Brent en Bjorn apart gewoon wat tips, wat ze af en toe beter kunnen doen of wat ze zelfs goed doen. Hè. Natuurlijk positief zijn is ook altijd belangrijk. Ik vond het altijd wel fijn dat mijn vader ons coachte. Dat heeft hij eigenlijk een paar jaar in de jeugd gedaan. Hij heeft zelf ook bij de oudere elftal heeft hij gecoacht, dus hij wist wel wat hij natuurlijk moest doen. Maar extra druk, nee, dat voelde ik niet. Ik vond het wel fijn op zich. Als partijtje deed iedereen wat bij Sven staan en dan wonnen we toch wel. Maar strijd was niet zozeer. Het was gewoon meestal wel gewoon gezellig als wij samen voetbalden. Ja, je moet wel veel dingen laten gaan. Hè. Het is niet zozeer dat je vrienden en familie moet laten gaan. Alleen ja, je ziet ze wel eens minder dan daarvoor heen. Op stap gaan kan wel, maar dat was natuurlijk een stuk lastiger. Ja, ik en Brent hebben inderdaad veel samengespeeld in de jeugd. We konden goed met elkaar overweg. Ik speelde altijd in de spits en Brent speelde op aanvallende middenvelder achter mij. En we maakten samen best wel veel goals. Ja, je moet veel dingen voor het voetbal doen, hè? Ook met voeding bijvoorbeeld. Je moet op je eten letten, je moet misschien vroeg naar bed gaan. Dus ja, af en toe bijvoorbeeld feestjes of andere dingen, ja, dan moet je soms eerder weg. Of ja, dat is af en toe wel vervelend. Alleen ja, als je iets wil, dan moet je dat dingen verlaten. Sinds een paar jaar terug heb ik veel blessures gehad, dus ik heb veel tegenslagen gehad en daar ben ik een beetje weer achter blijven hangen. En Brent is toen al vroeg naar het eerste gegaan, op zijn 15e is mijn debuut gemaakt. En dat vind ik ook mooi voor Brent en ik hoop dat ik nou fit blijf en dat ik dan later ook meer wedstrijden het eerste kan spelen. Natuurlijk ben ik gewoon trots dat ze allebei in het eerste staan, dat is natuurlijk waar zij het ook voor doen. Hè. Het belangrijkste is dat ze gewoon plezier hebben en hopelijk kunnen ze allebei ooit nog een stap maken, want ze kunnen allebei ook voetballen denk ik. Elke zondag sta ik eigenlijk langs de zijlijn als ze moeten spelen en ik hoop ze snel samen in het eerste te zien. Moet ik even kijken wat op mijn pad komt en ik heb in ieder geval hier heel erg naar mijn zin bij Schijn 0, dus op dit moment zit ik wel gewoon goed op mijn plek. En natuurlijk als er wel aanbiedingen komen en zo, dan ga ik natuurlijk naar luisteren en als wat moois op mijn pad komt, kan ik er altijd heen. En afwachten hè.